Volgens de Maya's vergaat de wereld in 2012. Iemand die het einde van de wereld kan voorkomen is de Messias. Verschillende keren in de geschiedenis is er aanspraak op deze titel gemaakt. Maar deze mannen vielen allen door de mand. Maar nu blijkt dat de lang verwachte Messias gewoon hier in Nederland woont. Nou kijk, het is nou zo, ik breng de kaartjes bij de mensen in de brievenbus om te laten weten dat ik de lang verwachte Messias ben. Ik heb namelijk een nachtmerrie gehad, dat ik aan een kruis werd getimmerd. En toen werd mijn hoofd op dat gezicht van Jezus gedrukt. Van weet je het nou? Ik werd badend in het zweet wakker natuurlijk. Ik denk, je gaat me toch niet vertellen dat ik de Messias ben. Nou, toen ben ik dus in de spiegel bezig kijken. En ik lijk natuurlijk heel veel op hem. Maar je hebt ook mensen, ja, maar luister nou. Er staat in de schrift, als de Messias komt, de ga er niet heen, want er zullen valse Messias zijn. Het is gewoon een grote bedrieger. Maar u bent de echte. En ik ben de echte Messias. Ja, en hoe moet je dat nou aantonen? Ja. Nou weten we het is. Het is namelijk zo, ik heb met die nachtmerrie heb ik dus een bijbeltekst meegekregen. En die kan ik dus niet vinden. Dat is een bijbelcode. Dat zijn allemaal ingewikkelde teksten. En daar zoek ik dus degene die ook zo'n bijbel hebt. Die hebt die tekst echt. Ik heb het nu in mijn hoofd zitten. Maar dat zijn bijzondere bijbelteksten. Ja, een bijzondere bijbeltekst. Wat de mens dus niet begrijpt, want het is bestemd voor de Messias. En nou bent u op zoek naar iemand die... Die dat heeft. Ik heb hier een hele serie bijbels. Ook de Joodse bijbel. Ik heb verschillende bijbels. Maar er zijn er heel veel, zoals u ziet. En er is maar één bijbel waar die tekst in voorkomt die ik zoek. En hoe lang wacht u al? Nou, ik woon al 30 jaar. En dat is een hele lange tijd. En dan maak ik me giftig kwaad op God. Want waarvoor moet het nou zo moeilijk? Want zie nou, dit is nou een foto die is 30 jaar geleden gemaakt. Door een fotograaf. Om echt te laten zien dat ik de Messias ben. Maar je wordt toch ouder? Je verandert toch? Het wordt steeds moeilijker. Kijk, er komen steeds andere beelden. Maar dat ben ik allemaal zelf. Ik bedoel, ik wil dat... Een eind maken aan al die ellende in de wereld. Dat is uw missie als Messias. Dit is mijn missie. Want ik ben dus de Messias, dat wil zeggen de vredesvorst. En u blijft gewoon hier wonen dan, als Messias? Ja, dat weet je natuurlijk niet, hè? Want het kan wel wezen dat je ergens anders moet komen wonen, omdat de mensen ja, je beter willen benaderen. Maar dat gaat wel hier plaatsvinden, in Amsterdam. Ja, wel in Amsterdam, want dat is het nieuwe Jeruzalem. En dan zullen de mensen plezier hebben. Er staat ook in de schrift, er zal over de Jordaan gezongen doen worden, met plezier. Dat heb je nu niet. De kinderen zullen veilig spelen op straat. De ouders kunnen gewoon weer op een bankje zitten, rustig. Worden niet lastiggevallen. Het wordt een heel andere maatschappij. En het is wel zo, zullen ze me geloven. Hey. Kijk, dit bijvoorbeeld. Dat zijn de aardse tekenen, dat kan ook niemand nadoen. En die stamp? Ja, die stamp kan niemand nadoen. Want er is een stamp van meer dan 200 kilo... Ik heb hier het huis 5 centimeter dik tapijt liggen. Dat is om mijn benen te beschermen. Maar wat is dat dan? Nou, dat is een energieontlading. En dat doet u niet expres? Nee, dat kan niet. Als ik dus mijn mond dicht houd, dan komt die schok vrij. Ziet u? Maar is dat niet vermoeiend dan? Ja, dat duurt wel. Ik heb hier bijvoorbeeld 600 in een uur gehad. En in het openbaar vervoer heb je ook problemen. Kijk, ik kan wel springen. Kan iedereen. Ja, dat is heel anders. U ziet nou dat ik zelf spring. Hier, nou spring ik. Nee, nou doe ik dus niks. Ik doe het dus zelf niet. Mijn lichaam doet dat. En dat heb ik dus ook van God. Maar ik kan toch niet zeggen, ik ben de Messias. Gaat niet gewoon.
Dat moet iemand van u zeggen. Juist. Iemand met die Bijbeltekst. Ja. Maar wilt u dan geen oproepje doen? Als dat zou kunnen, doe ik met deze een omroep. Nou, kijkt u in de camera. Mensen, ik zoek naar een Bijbelcode. En zal ik een paar aantal stukjes noemen, dan weet u dat dat de code is die ik zoek. Er zal een straat zijn van runderen met jonge dieren, die aangesloten is op de weg die heilig is, vanaf de plaats dat men gaat spuien. Wie die tekst heeft gevonden, laat die dus alsjeblieft contact opnemen met man bij het hond. Want dat is het puzzelstukje waardoor ik in het verhaal van de hele code kan komen. En dan kan ik het vertalen en dan kom ik dus op die manier aan de macht.